Ja, Liewe, hoe hoorde jij het nieuws vanochtend? Ja, ik werd wakker en ik zag op internet gelijk dat het gewoon niet goed was. En daar werd ik wel stil van. Want hoe, ja, mensen weten misschien niet hoe goed jij hem eigenlijk kende. Je bent ploegmatig geweest bij Astana. Binnen de ploeg was het toch iemand die met wie je veel hebt opgetrokken? Ja, zeker. Alle trainingskampen, hoogtestages, koersen. Ik lag 9 van de 10 keer bij hem op de kamer. En hij is van mij vanaf de eerste moment klikt het gewoon. En uitgegroeid tot beste maat, vriend van de ploeg. En toen ik dit hoorde vanmorgen, dan word je echt stil van. Heb je nog contacten met ploegmaat of met andere mensen die hem ook kennen uit de ploeg? Ja, vandaag niet veel. Ik ben dus nu hier bij de Arne Wallaert Memorial. Dat gaat wel komen. De telefoon is druk, maar wat moet ik ervan zeggen? Het, is, het zit heel dicht bij elkaar, het leven en nu dit. Dus het is heel triest. Als je ook de berichtenstroom op Twitter ziet van wielrenners, alleen maar... Goed, dat is natuurlijk altijd een situatie, maar hij wordt ontzettend geliefd, leek het. Ja, wat voor persoon was het? Ja, wat ik zeg, het was gewoon heel grappige en zat altijd vol humor. Buiten de koers, op de fiets, heel serieuze prof. Hele goede prof, goede renner uiteraard. En buiten de koers was het gewoon altijd lachen, zeg maar. En ik heb heel veel met hem afgelachen op de kamer. En dan doet dit wel pijn als je deze berichten op internet leest. Je hebt al eens eerder van zo dichtbij meegemaakt dat een wielrenner die je goed kende is ontvallen? Nee. Dus daarom is het nog harder natuurlijk. Zo hard is leven dan. Net in een periode dat eigenlijk voor jou weer wat beter aan het gaan is. Ja, voor mij mag ik niet klagen. Maar op dit moment ben ik meer met Scarponi bezig dan met mezelf. Zometeen is dan toch ook weer de harde werkelijkheid moeten knoppen om, omdat je hier zo analist weer bent. Ja, zo gek kan het soms gaan, hè? Voor mij is dat ook weer... Voor mij is het gewoon weer een opstap. Ik ben voor het eerst weer bij de koers en dat doet me heel goed. En ik voel me goed en dat is het belangrijkste.